zonder dat hij het wist. Daar voelde ik me verraaier voor. Maar tegelijkertijd ben ik geen wil. Zonder dat hij wist heb ik hem heel snel koud gemaakt. Op de plaats zelf. Met twee lampen. Ik denk dat met de blacklight lamp naar de hand van meneer Heijn en snij hem zijn pink af. Ik zal niet proberen niet pijn te doen, maar met dit bot kan, maar ongeveer zo. Dit is Ferdi E., ontvoerder en moordenaar van AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn. Het is uniek, nooit eerder vertoond materiaal. Ferdi Elsass werkt hier zelf mee aan de reconstructie van zijn misdaad. Het misdrijf is een van de meest spraakmakende ontvoeringen uit de Nederlandse geschiedenis. Wij gaan op dit moment uit van een regelrechte ontvoering. Hoe is de ontvoering precies in zijn werk gegaan? Ferdi Elsass vertelt het zelf, op nooit eerder vertoond beeldmateriaal. Hier heb ik op 9 september 1987 ongeveer een uur gezeten. En toen... Dat was gepland. Niet dat hij het zou zijn. Nee. Ik heb echt niks tegen voor je. Ferdi E. doet zijn verhaal postuum. Want afgelopen augustus was dit het nieuws. Dames en heren, goedenavond. Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn, is bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen in Vorden, Gelderland. De 66-jarige voormalig ingenieur fietste de weg over, maar zag een graafmachine over het hoofd. Hij werd geschept en overleed enige tijd later in het ziekenhuis aan de verwondingen. Na het dodelijke ongeval kregen mijn collega Bert Huisjes en ik de volledige toegang tot het geheime dossier over Ferdi E. Het leidde tot maandenlang journalistiek onderzoek, gesprekken met alle betrokkenen en het boek Ontvoeringen, dat afgelopen week uitkwam. Daarnaast kregen we de beschikking over uniek, authentiek beeldmateriaal dat alle feiten, soms heel gruwelijk, over de ontvoering tot in details onthult. Ja, dat moet dus zorg gebeurd zijn. In deze uitzending niet alleen unieke beelden, maar ook de rechercheurs die voor het eerst hun verhaal doen. Het was satanisch om op die manier daadwerkelijk de eiste kracht bij te zetten. Baande hij zich onaantastbaar? In principe wel, ja. Het was ik kan alles, ik weet alles. En hij dacht ook dat hij dus in staat was om alleen echt die ontvoering te plegen. De ene kant was hij een liefhebbende vader en zorgzaam voor zijn gezin. En de andere kant was hij een kille moordenaar. De laatste concrete aanwijzing is van woensdagmiddag, dat we toen ongeveer op een kilometer van zijn woning in Bloemendaal, op het kopje van Bloemendaal, zijn auto leeg en afgesloten hebben aangetroffen. Gerrit-Jan Heijn is ontvoerd. Op 9 september 1987 komt hij niet opdagen bij de tandarts. De AHOL-topman had er een afspraak om 9 uur 's ochtends en was altijd stipt op tijd. Die dag dus niet en zijn auto, een Audi 200, wordt vlakbij zijn huis gevonden. De recherche vormt een gespecialiseerd team. De operatie wordt geleid vanuit het bureau in Haarlem. Is de AHOL-topman ontvoerd, vraagt de politie zich af. De leiding van het team is in handen van Kees Sietsma, expert in ontvoeringen. Ja, hij was al een paar dagen weg, Gerrit-Jan Heijn. Wij kregen ook wat, althans de politie kreeg wat brieven binnen. Waaruit bleek dat, of er zou kunnen blijken dat hij ontvoerd zou kunnen zijn. Maar het echte dat hij ontvoerd was, was wel de eerste brief die binnenkwam bij mevrouw Heijn en waaruit bleek dat hij ontvoerd zou kunnen zijn. Gevolgd door even later een andere brief waarbij de sleutels van de Audi gevoegd was. En toen wisten we zeker dat we met de echte ontvoerder te doen hadden. De brief is gericht aan de vrouw van Gerrit-Jan Heijn. De ontvoerders schrijven haar dat het hem goed gaat. Maar als ze hem levend terug wil zien, moet er via advertenties in kranten worden gecommuniceerd met de tekst: Johan, heb je me gisteren in de trein niet willen zien? Maria. Wij probeerden door middel van de communicatie die gevraagd werd
in de vorm van advertenties toch wat te beïnvloeden door aan die de gevraagde tekst van de advertentie wat toe te voegen om te kijken of er een mogelijkheid geschapen zou kunnen worden om nou vertrouwelijk met elkaar te kunnen praten, om op die manier de onderhandelingen wat vlot te trekken. Nou, daar is van meet af aan niet ingegaan. Nee, het was een soort rigide antwoord dat steeds gegeven werd van wij hebben gevraagd de tekst te leveren om in te stemmen met de eisen die mogelijkerwijs gaan komen. En die tekst zul je eerst moeten leveren voordat de volgende stap gezet kan worden. De politie heeft nauwelijks of geen aanknopingspunten. Is de ontvoering het werk van een bende? Wordt Gerrit-Jan Heijn in Nederland vastgehouden en leeft hij überhaupt nog wel? Vooralsnog tast de recherche in het duister. De familie van Gerrit-Jan Heijn zit inmiddels in een zwaar beveiligde villa. Wat er ook gebeurt, zij willen hun echtgenoot en vader terug. Welke eisen er ook gaan komen, de recherche moet meewerken. Er volgen nog vele advertenties en uiteindelijk komt er een losgeldeis, gericht aan de broer van Gerrit-Jan Heijn. Onze eisen ter vrijlating van uw broer zijn: u zorgt dat ons wordt overhandigd. 1000 biljetten van 100 gulden, 2000 biljetten van 250 gulden, 3000 biljetten van 1000 gulden, 1000 biljetten van 100 Amerikaanse dollars, 2000 biljetten van 500 West-Duitse mark en 3000 biljetten van 1000 West-Duitse mark. Verder eisen de ontvoerders 1000 diamanten, elk ter grootte van tussen de 0,6 en 0,8 karaat, doch samen minstens 700 karaat. Alle stenen dienen van uitzonderlijke kwaliteit te zijn. Die laatste eis, de diamanten, vindt de politie opvallend. Er zou maanden en maanden voor nodig zijn geweest om die grote hoeveelheid bij elkaar te krijgen. Dat is dus niet gelukt en daardoor zijn middels onderhandelingen is men tot iets anders gekomen. En dat heeft Kees Schisman onder meer op zich genomen. Maar de grote vraag is, wat gebeurt er met het slachtoffer? Hij speelde met de familie en dat groeide bij ons natuurlijk de twijfels of Gerrit-Jan Heijn nog gedurende die onderhandelingen nog een leven was, ja of nee. Sietsma en zijn team vragen de ontvoerders daarom een levensteken van Heijn te geven. En toen was er een bandje opgestuurd waarop duidelijk de stem van Gerrit-Jan Heijn identificeerbaar was en waarop hij telde van 11 tot en met 20 of 21 en herhaaldelijk. Als een soort bewijs dat Gerrit-Jan in de war was. En zo verstrijkt de tijd. Voor de echtgenoten en de familie knaagt de onzekerheid over het lot van Gerrit-Jan Heijn. Bij een volgende brief wordt zijn bril meegestuurd als zogenaamd levensteken. En 2 weken later komt er bij het Ahold-concern een vredewaarschuwing binnen. De pink van Gerrit-Jan, die hij al een tijd in een filmkokertje in de vrieskist had bewaard. En dan plotseling geconfronteerd worden met zoiets, dat was een enorme schok. Dat zowel voor het team als voor de familie als voor het concern. Dat is verbijstering dat iemand zoiets kan doen om zijn eisen op die manier kracht bij te stellen. En het was voor de politie nog eens een keer extra moeilijk om niet te kunnen herleiden, met behulp van het Forensisch Instituut, wat vroeger nog het gerechtelijk laboratorium heette, of de pink nog afgesneden was van een dode Gerrit-Jan Heijn of nog van een levende Gerrit-Jan Heijn. Dus met andere woorden, je wist op dat moment ook niet absoluut zeker of Gerrit-Jan Heijn op dat moment vermoord was of niet vermoord was. Maar je hield natuurlijk weer heel ernstig met die mogelijkheid rekening, om de eenvoudige reden dat het absurd was. Het was satanisch om op die manier daadwerkelijk de eisen kracht bij te zetten. De onzekerheid over het lot van Gerrit-Jan Heijn duurt nu al 2 maanden. Maar uiteindelijk wordt er een afspraak gemaakt voor een overdracht van het losgeld. Die overdracht moet hier plaatsvinden, het Okura Hotel in Amsterdam. Honderden agenten staan die avond in verbinding met ontvoeringsexpert Sietsma. Wij moesten met de geldauto en de geldkoerier moesten we wachten. In de omgeving van het Okura en de geldkoerier moesten in de lobby gaan zitten. We moesten wachten op totdat iemand van de receptie hem zou aanroepen onder zijn valse naam. En die man heeft tot 1 uur of 2, 3 heeft hij daar gezeten. En toen kwam er geen telefoon binnen. Ondertussen had de politie geconstateerd, het observatieteam, dat er krakers waren die de auto's openbraken. En het zou natuurlijk ook tegen alles indruisen als er tot een conclusie gekomen werd dat ze bij die geldauto nog eens een keer tot conclusie zouden kunnen komen dat daar een koffer aanwezig was. Dus wij dreigden daar stuk te gaan lopen op dat moment. Het telefoontje wordt openbaar gemaakt. Het was voor het eerst dat de ontvoerders iets van hun identiteit prijsgaven. Een Nederlandse stem. Hij is bij de receptie bij u. Maar ik zie hem niet meer. Waar zou hij moeten zijn? Bij de receptie. 2 weken later volgt er een tweede poging tot overdracht van het geld en de diamanten om Gerrit-Jan Heijn vrij te krijgen. Willem, we staan hier op de plek waar uiteindelijk het losgeld is overhandigd aan de ontvoerder. Kun jij eens exact vertellen hoe dat die nacht in zijn werk ging?
Oké, okay, dat is 27 november geweest. Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn is nu al 3 maanden ontvoerd. Van Ahold, beveiligingsman van Ahold. En die wilde rijden. Heeft hij gedaan. Die is om 2 uur kreeg hij een telefoontje. En toen werd er gezegd van A12 richting Arnhem. Kilometerpaal 76.2. En daar ligt een baksteen. Keurig netjes omsield. En daar staat de opdracht in dat hij door moet rijden naar de volgende kilometerpaal. En dat is de kilometerpaal 117.5. En daar lag de opdracht om 200 meter door te rijden naar de volgende kilometerpaal. En die is net voorbij het tunneltje. Daar ligt dan weer een steen met een opdracht. En dan blijkt dus dat hij ongeveer 100 meter terug moet rijden. En dan komt hij vlak boven het tunneltje tot Zilsam. Ja. Dan moet hij naar de boom lopen. Het was de bedoeling dat Daan Rauw de helft van het losgeld in die plastic zak moest doen. Ja. Dat was 8 miljoen gulden. Ja. Inclusief het zakje met diamanten. Op het moment dat Daan Rauw hier wegrijdt, komt de eerste AT-auto van het arrestatieteam. Ja. Die komt hier over de brug heen, over het viaduct heen, om zicht te houden op wat hier gebeurt. Ja, en dan blijkt dus dat de gesprekken van de portofoonverkeer worden opgenomen door een aantal mensen die met scanners bezig zijn. En die komen dan later in de avond komen die in de uitzending. En bij deze eik moest de bezorger een tas achterlaten. Een tas vol geld en diamanten. In de tunnel wachten 1 of meerdere ontvoerders. In het bos wachten ook rechercheurs. Maar zij misten het moment waarop de ontvoerders de tas met miljoenen weghaalden bij de eik. En op dat moment was de politieradio niet gecodeerd. Ik heb zo het idee dat ze het meteen in het donker al weg hebben gehaald, Sjaak. Gewoon onverlicht. Want op het moment dat jij mij afzette, toen was ik nog maar nauwelijks uit de auto of toen bewoog het al. Ai, ai. Nou, Wil, jij bent de enige die een beetje de indicatie kan geven. Als daar niks ligt, nou ja, dan is het jammer. Nou, hou het op. Wij kijken voor alle zekerheid naar nog heel even aan deze kant. Maar je zal wel meegeluisterd hebben. Dan neem ik aan dat ze het in het donker weggehaald zullen hebben met een ongelichte auto. Er moest nog een tweede deel, nogmaals 8 miljoen gulden moest worden overgedragen. Ja. Dat zou ook diezelfde nacht gebeuren, maar daar ging het mis. Hè? Wat gebeurde er precies? Nadat Daan Rauw hier weer in zijn auto is gestapt, rijdt hij naar de Van Papslaan in Arnhem. Daar is een Albert Heijn filiaal. En daar moest hij wachten op het telefoontje. Daar aangekomen blijkt dus dat de winkel gesloten is. Daan Rauw heeft de telefoon horen gaan. Hij stond buiten de telefoon horen gaan. En redelijk houdt de telefoon op. En is eigenlijk het tweede deel van het losgeld is dus niet overgedragen. De eerste 8 miljoen gulden is wel geïncasseerd door de ontvoerders. Maar van de Ahold-topman ontbreekt nog steeds ieder spoor. Hank Heijn, de vrouw van Gerrit-Jan, doet na bijna 3 maanden een dramatische oproep. Ons vertrouwen in een goede afloop van de ontvoering van Gerrit-Jan duurt nu al 86 dagen. We hadden gehoopt dat u mijn man zou vrijlaten, nu wij al het mogelijke hebben gedaan om u het losgeld te overhandigen. Vandaag, 7 dagen later, blijkt dat echter niet te zijn gebeurd. Wat de media allemaal hebben gepubliceerd over de aflevering van het losgeld mag u ons niet aanrekenen. Daarom vraag ik u uit het diepst van mijn hart, laat Gerrit-Jan zo gauw mogelijk vrij, zodat er een einde komt aan deze lijdensweg. Als u dat niet van plan bent, vraag ik u met klem om snel op de gebruikelijke wijze weer contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan zonder inmenging van buitenaf nadere afspraken maken. Wij willen immers maar 1 ding en dat is een spoedige thuiskomst van onze Gerrit-Jan. Laat ons niet nog langer in onzekerheid, want op deze manier verder leven is voor iedereen onmenselijk. Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn is nu al 3 maanden ontvoerd. Politie en familie verkeren in grote onzekerheid. Want er is 8 miljoen gulden losgeld betaald, maar van Gerrit-Jan Heijn ontbreekt nog steeds ieder spoor. Ook de dader of daders houden zich schuil. Nog 1 keer besluit de recherche alles op alles te zetten om tips binnen te krijgen. Er komen 1000 tips binnen, maar de gouden zit er niet bij. Het team wordt grotendeels ontbonden, want na de betaling van de 8 miljoen gulden losgeld plus diamanten blijft het angstvallig en langdurig stil.
Dan toch ineens lijkt er sprake van een enorme doorbraak in de ontvoering van de Ahold-topman, die heel Nederland nu al maanden in zijn ban houdt. Terwijl het rechercheteam is uitgedund en het onderzoek op een laag pitje staat, komt er bij de recherche een tip binnen. Bij een slijterij in Amsterdam-Noord lijkt te zijn betaald met een bankbiljet afkomstig uit het losgeld. John gaat samen met rechercheur Loek Kluuk terug naar die winkel. Al het losgeld was gemerkt in die zin dat alle bankbiljetnummers waren genoteerd. En aan de hand van die bankbiljetnummers konden wij precies traceren welke bankbiljetten afkomstig waren van het losgeld. En met zo'n gemerkt bankbiljet is dus hier betaald. Dat was een enorme doorbraak ook in het onderzoek. Ja. Wat betekende dat voor het rechercheteam? Nou, voor het onderzoek betekent dat een buitenkans, omdat dit een kleine winkel was die een lokaal klantenbestand bediende. En die ook makkelijk op politiemanier te controleren was. Wat voor sfeer gaf het binnen het politieteam toen er werd ontdekt van hey, er wordt toch losgeld uitgegeven? Nou, dat is een soort euforie krijg je dan. Want we hebben natuurlijk al heel lang heel vruchteloos gewerkt zonder eigenlijk een enkele lead in handen te krijgen. En dit was natuurlijk voor het politieteam was het geweldig dat je dat in handen krijgt. De politie grijpt de strohalm en besluit tot een unieke undercover operatie. Hoe ging dat in zijn werk? Wij gingen hier werken als winkelbediende in opleiding. Jullie kregen keurig zo'n jas aan en jullie gingen achter de balie staan? Ja, en alle werkzaamheden die nodig waren in het winkeltje hebben we gedaan. Maar jullie waren niet met z'n tweeën hier? Wij waren met twee rechercheurs hier. Ja. En daarnaast was er een hele groep observatie die buiten de winkel lag. Die heeft al die tijd rond de winkel gelegen om op te reageren op onze aanwijzing. Maar hoe konden jullie controleren of dat losgeld werd uitgegeven zonder op te vallen? We hadden een systeem bedacht door een camera boven het plafond boven de kassa te installeren. En de cashier instructie te geven dat elk bankbiljet wat boven het laagste nummer wat voorkwam op de losgeldlijst, om dat tegen het licht te houden. Als het ware dat zij controleerden alsof er of het watermerk wel goed was in het bankbiljet. Wij waren dan daardoor getriggerd om naar haar toe te gaan, bankbiljet aan te nemen en om het aan de klant natuurlijk over te laten komen, gaven wij aan haar wisselgeld, alsof ze voor onvoldoende wisselgeld in kas had om aan de klant te kunnen betalen. Dan konden wij na achterlopen met het bankbiljet controleren of het op de lijst voorkwam. En mocht dat zo het geval zijn, konden wij onze collega's buiten de winkel waarschuwen. Nog voordat er weer de klant buiten stond. Dat lijkt me een redelijk spannend klusje. Het was ook een redelijk spannende klus, want je stond bij elke klant stond je op scherp. De val is gezet, maar 3 weken lang gebeurt er niets. Totdat er een man binnenkomt. Het was eigenlijk heel stil in de winkel op dat moment. En het moment dat de deur openging, reageerde er iets in mij. Ik was toevallig in de winkel aanwezig, waarvan ik dacht van, hey, opletten. Dus die man die heb ik gevolgd tussen de rekken door, kon ik hem zien lopen. En uiteindelijk pakte hij een fles uit het rek, liep achter mij langs naar de kassa. En aangezien er geen andere klant in de winkel was, wist ik dat de actie die ik moest gaan uitvoeren in zijn directe zicht zou plaatsvinden. Op de unieke en authentieke videoband die dit programma in bezit heeft, is te zien wat er dan gebeurt. Er is eerst nog een andere klant. Daarna komt Ferdy E. in beeld. De recherche weet op dat moment nog niet wie hij is. Maar zoals afgesproken wordt het papiergeld waarmee hij betaalt gecontroleerd. Dat heb ik gedaan door op een gegeven moment tegen de cashier te zeggen van, oh, jij hebt nog geen voldoende geld in de kassa. Ik zal je meteen even geld geven. Ja. Anders kan jij niet terugbetalen. En zij gaf daarmee ook onmiddellijk het bankbiljet wat de man aan haar had gegeven, gaf ze mij in handen. Ik gaf haar voor de vorm een aantal andere biljetten in handen en ben meteen naar achter gelopen. Eigenlijk halverwege de winkel kwam mijn collega mij al tegemoet, nam het bankbiljet van mij open, zodat ik dus in de winkel aanwezig kon blijven. Ja. Want hij had alles gevolgd op de monitor. Hij heeft ondertussen het bankbiljetnummer getraceerd, gezien dat het op de lijst stond. En voordat de man de winkel uit was, had hij het observatieteam al in kennis gesteld van het signalement van de man. De kans dat dit de man is achter de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn is levensgroot. Een doorbraak in het onderzoek lijkt dichterbij dan ooit. Dat was het allereerste moment dat jullie eigenlijk het
uitgever van het losgeld op heterdaad konden zien. Ja, dat klopt. En wat was er nou in die man dat jou triggerde? Dat je zei van, waarom? AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn is nu al 3 maanden... Jullie moet toch een enorme opwinding zijn ontstaan op dat moment? Ja, op dat moment dat hij dus vastgesteld is van... Hij heeft inderdaad voor het losgeld een bankbiljet uitgegeven. Dat heb ik ongeveer de langste 10 minuten van mijn leven beleefd. Doordat ik moest afwachten wat de conclusie was van het observatieteam. Of ze hem wel hadden gevonden toen hij de winkel uitstapte. Ja. En toen hebben zij hem nog gevolgd naar een volgende winkel. En pas daarna, in die volgende winkel heeft hij ook geld van het postgeld uitgegeven. Toen ze dat aan me bericht hadden, toen wisten we dat we het beter hadden. Dus vanaf dat moment eigenlijk dat hij hier in deze winkel dat losgeld uitgaf, werd hij permanent onder observatie gehouden? Ja, hij is toen vanaf dat moment, omdat wij niet wisten of hij alleen werkte, onder observatie genomen om voornamelijk te kijken of hij nog mededaders had. Dus bewijs van spreken dat hij kon niet meer ongemerkt naar het toilet gaan of het werd gezien door een van de observanten. Dit moet hun man dus zijn. Na bijna 7 maanden lijkt er eindelijk licht te schijnen aan het eind van de tunnel. Zou een oplossing in de geruchtmakende ontvoering dan toch nabij zijn? Nou, voor het onderzoek was dat de allereerste keer dat er een doorbraak was en dat was geweldig. Dat was voor iedereen was dat een enorme push om nog eens een keer extra hard er tegenaan te gaan. Want het was nog steeds zo de situatie dat meneer Heijn nog niet in zicht was. Dus wij wilden hem nog steeds levend terug hebben. Ja. En ondanks het feit dat er al op verschillende niveaus twijfels waren of hij wel of niet zou leven, hebben we ons onderzoek met name daarop gericht om hem toch vooral zijn veiligheid te waarborgen en hem levend weer terug te krijgen bij de familie. Vanaf dat moment gingen alle registers weer open. Ja, dat klopt. Wekenlang wordt de man geobserveerd. De recherche verliest hem geen moment uit het oog. Hij woont hier, in een simpel rijtjeshuis in Landsmeer. Hij lijkt een gewoon leven te leiden, maar hij betaalt zijn boodschappen met geld met serienummers van het losgeld. Jullie hebben ook deze woning onder observatie genomen? Ja. Hoe ging dat? Nou, er is een observatiepost, vaste observatiepost is erin gesteld. Ja. In een huis hier tegenover. Ja. En van daaruit kon de woning goed onder observatie genomen worden. Ja, daar gingen rechercheurs zitten met verrekijkers die hier deze woning in de gaten hielden. Ja, dat klopt. Want in deze woning is ook eigenlijk de hele ontvoering beraamd, hè? Heeft hij alles bedacht? Ja, deze woning is alles voorbereid. En in deze woning is ook de hele afwikkeling van de zaak met betrekking tot het losgeld gedaan. Wat voor leven leidde Ferdi E. hier? Hij leidde een heel onopvallend leven. En ook zijn contacten hier met de buurt en de omgeving waren minimaal. Ons onderzoek was natuurlijk voornamelijk gespitst op kijken of er een groep van mededaders was. En er is ook nooit gebleken dat hij mededaders heeft gehad. Althans, hebben we hier nooit een vaststelling van kunnen doen. Waarom werd besloten om tot arrestatie over te gaan? Al 3 weken lang was de observatie van hem gepleegd. En we hebben in die 3 weken vast kunnen stellen dat hij vrijwel zeker alleen opereerde. En daarnaast hadden wij berichten binnengekregen dat de pers ons op de hielen zat. Omdat door het politieverkeer, wat weliswaar gescrambled was, was toch door luisterposten uitgepeild. En er begon hier in de straat veel activiteit plaats te vinden van mensen die aan het begin binnen begonnen te kijken. Waardoor wij genoodzaakt waren om dus toe te slaan en de man te arresteren. De actie dreigde uit te lekken in de pers. Ja, dat klopt. En dat was doordat de apparatuur van ons werd uitgepeild. Dit is Ferdi Elsass in de arrestantenbus. Hij wordt naar het politiebureau in Hilversum gebracht. Hier begint het verhoor van de dan nog vermoedelijke ontvoerder van AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn. En ook dat verhoor is vastgelegd op band. Dit is authentiek beeld en geluid van de ondervraging van Ferdi E. De eerste vragen gaan over de dag dat hij een fles whisky kocht bij de slijterij in Amsterdam-Noord. Daar waar hij voor het eerst het geld uitgaf. Zij zeggen dat ze me de afgelopen maanden geobserveerd hebben. Ik denk dat als zij menen of gevonden hebben dat dat geld is dat ze erop zou duiden dat, dat degene die dat uitgeeft iets te maken heeft met meneer Heijn. Ja. U verschuilt u nu weer in allerlei moeilijke zinswendingen. Oh, ik zou graag willen dat u dat is knip en klaar verteld. Ik vind het helemaal niet moeilijk. Ja, hoe zit het nou met de fles whisky? Ik heb wel eens een fles whisky gekocht. Ja, en wat zou dan de motivatie zijn van die willekeurige diender die u uit huis heeft gehaald om dat juist te gaan doen?
Omreden met een fles whisky. Vertel hem dat het is. En nou is gewoon zonder allerlei moeilijke bijvoeglijke naamwoorden. Laat het nog makkelijker maken. Waar heeft ze die fles whisky gekocht? Ja. Een kleuterschooltje spreken. Nee, waarom nou kleuterschooltje? Dit is toch een normale vraag. Ik vraag tegen u, u weet dat het over een fles whisky gaat. Ik vraag aan u, waar heeft u die fles whisky gekocht? In de winkel in Amsterdam Noord. Ja, maar er zijn zoveel winkels. Dan zegt u tegen mij, dan gaan we schooltje spelen. Maar als u nou ook gewoon antwoord geeft op de vraag... Bij welke winkel heeft u dat gekocht? Ja, ik denk dat u dat weet. Ja, maar ik wil het van u weten. Ja, dat is voor mij, man. Ja, maar zo is het toch. Zo gaat toch een verhoor. Ik ga toch niet zeggen van... Ja, dat is hetzelfde als op de kleuterschool. Ja, maar het is toch een normale vraag? Of zit u nou net tegen de streep aan? Zegt u nou gewoon in welke winkel u het gekocht heeft? Ik kan maar niet begrijpen wat daar nou zo moeilijk aan is. Nee, Elsa, we spelen hier niet het spel van wat wij u gaan vullen met informatie. Nee, u gaat ons vullen met informatie. Ja? Dus dan gaan we gewoon niet strijden om woorden. We gaan niet strijden om uitdrukkingen. Er worden aan u vragen gesteld. Dus u duidelijk gezegd dat u de vrijheid heeft om daar ja of nee een antwoord op te geven. Ja? En dat is het dan. Dat begrijp ik geloof. Ja? Als u zo stelt. Ja, zo stel ik dat, want zo ligt dat volgens de wet. Dat begrijp ik wel. Ja? En u denkt dat u het daarmee redt? Daarmee redt? Ferdy E. draait en praat overal omheen. Hij beantwoordt de vragen niet. Dan nemen de rechercheurs hem mee terug naar de dag van de ontvoering. 9 september 1987. Waar was hij die dag en vooral die ochtend? Wat deed u op 9 september 1987? Geen idee. Hij weet het niet meer. Zijn geheugen lijkt hem in de steek te laten. Maar dan ineens lijkt hij zich toch weer iets te herinneren. Ik heb in een van die dagen, nee, ik denk dat het 9 september was, heb ik een heel groot stuk gelopen. Maar ik weet niet of dat 9 was. Waar is dat geweest? Dat is in Noord-Holland geweest. In Noord-Holland geweest, waar? Maar ik heb er echt een hele gelopen. Ik ben een moeder gelopen. Ja? En nu was toen alleen om je gezelschap? Dat was alleen. Alleen? Ja. Doet u dat wel vaak? Nou, zo'n afstand heb ik niet vaak. Ik heb nog nooit gelopen. Nu. Heel terug. Maar gewoon een uur of... vijf of zes in het loopdoel. Hoe laat bent u begonnen? Niet lopen? Half zeven of zeven uur. Ochtends? Ja. Wat was de reden dan? Ja, gewoon, ik wilde gewoon een hele tijd lopen. Dat was een goede reden. Ja, dat lijkt me een goede reden. Dat is een goede reden. Ja. Een alibi heeft hij niet. Kan hij ook niet bedenken tijdens het verhoor. Langzaam maar zeker wordt Ferdy E. in het nauw gebracht. Heeft u iemand bezocht? Nee. Dus u bent 5, 6 uur bent u weggegaan. Uw vrouw wist dat u wegging om 6:30? Hoorde ik u? Nee, ik geloof dat ze vanaf stuur was als later. Dus u bent zonder briefje, nou, bericht, ben voor, u weggegaan? Voor mijn eigen geheugen wist ik wel, dacht ik, dat ik het heb gezegd. Maar ze is nog zelfs politie gebeld volgens mij. Nee. Dat is nou wat ik bedoel met zichzelf verschaffen van een alibi. Ja. Maar ik geloof er namelijk geen barst van. Helemaal niks. Uitermate vervelend, ja. Vindt u dat? Ja, ik wist het antwoord al. Maar ik schenk uw woorden. Ferdy Elsass begint zich nu in allerlei bochten te wringen. Hij zegt dat hij op de dag van de ontvoering de hele dag heeft gelopen. Kilometer of 60. En hoeveel zou je de lopen in een duur? Hoeveel kilometer? 5, 6. Vijf, zes. Niet in 10 uur gelopen. Niet in 10 uur. Korter of langer? Ja. Nog langer. Ja. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat u een hele dag van de aardbodem bent verdwenen. Ja. Niemand, uw kinderen niet, uw vrouw, niemand wist waar u was. Nee. U heeft niet gebeld. Nee. Heeft u mensen bezocht?
Nee. We kunnen bevestigen dat u ergens koffie gedronken. Dat zijn niet een zinschappenschap, denk ik. Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn is nu al 3 maanden ontvoerd. Dat zijn niet een zinschappenschap, denk ik. Ik heb geen koffie gedronken. Dus u ging echt met een soort knapzak op reis? Ja. Tijdens het doorzoeken van de woning van Verdi E. heeft de recherche veel sporen gevonden. Sporen die Elsas heeft achtergelaten. Slordigheden. Het belangrijkste is een agenda met aantekeningen waarin hij zijn daad tot in de kleinste details omschrijft. Tijdens het verhoor confronteren de rechercheurs hem daarmee. Ja, doe maar. Graven klaar. Wapen klaar. Gewoonte GJ klaar. Auto en banden klaar. Kleding klaar. Uiterlijk qua snor klaar. HEMA isolatieband. Recorder, 2 banden. Brieven. Schrijfblok HEMA. Sloten HEMA. Tas, bril op markt. Met andere woorden, de amateur Elsas. Die laat alles in zijn huis slingeren, zodat het hele feit in feite open en bloot op tafel ligt. En nog wil hij er niet aan. Kom nou toch. Mijn collega die leest net wat voor. De andere bewijzen die we daarvoor al gevonden hebben, en wat wij zelf uit eigen ogen en met andere collega's hebben vastgesteld, die liegen er niet om, meneer Elsas. Wat bestikt u dat op? Dat hangt er vanaf. We gaan hier geen ruilhandel doen. Maar ik zit nou met u te praten en ik heb geen zin om in deze situatie in uw rood te stikken. Hoe wel erg stom, hè, meneer Elsas, vindt u niet? Hoe lang gaan we nog zo door? Jongen. Wat zijn we toch lekker aan met de russies bezig? U bent gewoon een nul. Waar is die man, meneer Elsas? Wat heeft hij met hem gedaan? Wapen klaar, zegt voor mij al voldoende. Wat heeft u met hem gedaan? Nou, kijk eens aan. Wat heeft u met hem gedaan? Waar is die man? Is het nu nog niet voldoende? Echt niet. Van alleen al op deze agenda ga je al verschut. Laat staan die andere bewijzen die we nog hebben. Verdi Elsas zit klem. Hij moet nadenken. Gaat hij zeggen wat hij met het lichaam heeft gedaan? Waar is dat graf? Dat is niet zo. Maar laat het dan eens zien dat het niet zo is. Waar is dat graf, meneer Elsas? Je verloochent je vader, je verloochent je moeder, je verloochent je vrouw, je verloochent je kinderen, je verloochent alles wat heilig is. Voor 1 optie. Geld. En doorgaan. En dan wou je tegen mij volhouden dat je niet alleen maar leeft. Voor meneer Elsas. Dat wou je tegen mij volhouden. Van de rechercheurs mag hij een checkie draaien. Het lijkt een onderbreking, maar het verhoor gaat onverminderd verder. U had en u heeft te veel vertrouwen in uzelf. Dat blijkt wel uit de hand van de gegevens die we bij u in uw woning vinden. U bent zo zeker van uw zaak dat ik weet alles beter en ik maak geen fouten. Meneer Elsas, u bent er nu wel achter dat u wel fouten maakt. En hele grote fouten. Daar bent u nu dus al achter. De ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn zijn. Op een tape die dit programma in handen kreeg, zijn langdurige verhoren met hem te zien. Verdi Elsas lijkt te breken, maar Gerrit-Jan Heijn is nog steeds niet terecht. De rechercheurs willen koste wat kost weten waar de Ahold-topman zich bevindt. Besef dat nu toch. Zet er een streep onder en zeg van jongens, ik besef het. En ik ga nu precies eens vertellen hoe alles in zijn werk gegaan is.
Ja, dat wilt u niet weten. Bij allereerst, waar het graf is. Want daar kunnen we niet wel over spreken. En voordat u die agenda gevonden was, hebben wij er ook al gewoon gezegd van waar is die man begraven. Dat sprak u ook niet tegen. Dus het wordt alleen maar bevestigd nog nu door uw eigen agenda dat we goed zaten. Komt u nou maar gewoon met dat verhaal? En over hoe en waarom van deze hele affaire, hoe het zo gelopen is en ontstaan is, praat in later instantie wel over. Maar ik denk dat de mensen nu recht hebben te weten waar een man en een vader is. U gaat het antwoord geven. Dat ik het u zo gedetailleerd zeg dat u zonder mij kunt vinden? Ja. Dat willen wij ook best. U hoeft dat niet. Ik vind het uitstekend om mee te gaan. Als u het maar zegt, zegt u het maar. U begint gewoon van wel, als wij op een gegeven moment het niet kunnen vinden, kunnen we nog een beroep op u doen. Ja. Schrijft u me op. Ja, ik moet een schets maken. Maakt u een schets. U moet een landkaart hebben. Als u begint, met welke streek? Het is veel gedetailleerder, het is Gelderland. Het is Gelderland. Daar. Verdi Elsass is gebroken. Ja, plaats. Dat wil je niet precies. De ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn heeft zijn slachtoffer vermoord, begraven en achtergelaten in de bossen in de gemeente Renkum, vlakbij Arnhem. Wat al gevreesd werd, wordt waar. Gerrit-Jan Heijn is overleden. Dus hier bij die boom. Rechercheur Luc Kloek deed alle verhoren, samen met zijn collega Huub Laterveer. John van den Heuvel gaat terug naar de plek waar Heijn werd gevonden. Dus op deze plek? Ja, hier op deze plek is de heer Heijn neergeschoten. Want wat heeft hij daar zelf over verklaard, Verdier? Dat hij hem dus plotseling onverwacht achter de rug ging staan. En zijn vuurwapen heeft gepakt en achter door het hoofd heeft geschoten. Ik heb het verschrikkelijk moeilijk en lullig gevonden allemaal. Ja, dat klinkt misschien heel raar, omdat in de kranten stond dat ik zou kicken op allerlei prachtige dingen. Ik heb die man, zonder dat hij het wist, daar voelde ik me verraaier voor. Maar tegelijkertijd ben ik geen wil. Zonder dat hij het wist heb ik hem heel snel koud gemaakt, op de plaats zelf. In het donker. In het donker. Hoe was zijn aanleiding toe, was dat gepland? Dat was gepland. Niet dat hij het zou zijn. Nee. Ik heb echt niks zeggen van hierheen. Tijdens de verhoren heeft Verdi Elsass aangegeven zelf wel het graf te willen aanwijzen. En uiteindelijk stopte hij hier in de omgeving. En toen heb ik aan hem gevraagd van waar ligt de heer Heijn nu? En toen zei hij van hij ligt hier onder mijn voeten. Die stond hij echt letterlijk op het graf? Hij stond echt letterlijk op het graf en ik vond dat heel erg mooi bieden, ja. Op de band die dit programma in bezit heeft staan ook beelden die de recherche maakte toen Gerrit-Jan Heijn werd opgegraven. 7 maanden na zijn ontvoering vindt de recherche het lichaam op aanwijzen van de moordenaar, Verdi Elsass. Ik heb nog nooit zo'n kil mens in mijn leven ontmoet. En ik heb nog nooit iemand zo onpersoonlijk op andere mensen zien reageren. Want zelfs op het moment dat hij eigenlijk met beide voeten op het graf stond, toonde hij geen emotie? Nee. Heeft hij totaal geen emotie. Het was gewoon voor hem een zakelijke mededeling. Ik sta er bovenop. Maar met de vondst van het lichaam zijn de rechercheurs nog niet tevreden. Er moeten nog meer details worden ingevuld. Want waar is bijvoorbeeld het losgeld gebleven? Verdi Elsass heeft er tot die tijd over gezwegen. We hebben toen aan hem gezegd van we hebben nu vanavond het avondjournaal. En met het avondjournaal zal ook bekendgemaakt worden dat de verdachte van de moord op Gerrit-Jan Heijn is aangehouden. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van het NOS-journaal. Het lijk van Gerrit-Jan Heijn is gevonden. En daarmee is zijn ontvoering opgelost. En je hebt nu een probleem. Want als je nu niet vertelt waar het losgeld is gebleven, wordt ook dat in het journaal vermeld, dat jij het nog geen bekentenis hebt afgelegd over het losgeld. Ik zeg, het probleem bestaat hierin, dat je dan in de situatie terechtkomt. Dat jij dadelijk vastzit en mogelijk je vrouw en je kinderen vrijgelaten zijn. En heel crimineel in Nederland zitten op deze boodschap te wachten. Want die zijn helemaal niet te beroerd om je vrouw en je kinderen te bedreigen om alsnog het losgeld in handen te krijgen. En daar kan jij niks meer aan veranderen.
En toen heeft hij inderdaad voor 10 uur heeft hij verteld waar het los gaat. Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn is nu al 3 maanden ontvoerd. De minister heeft compleet opgelost. Dat losgeld heeft Ferdi Elsass verstopt in zijn huis in Landsmeer. In een kruipruimte. Waterdicht verpakt. Op het moment dat de huiszoeking plaatsvond en hem aanging houden in april 1988... bleek dat onder die vloer een laag waterstand van 30, 40 centimeter. En die hebben we toen leeg moeten pompen. Door de brandweer van Landsmeer in de tijd. En daar vonden wij inderdaad alle overige diamanten en het totale losgeld. Uit de verhoren wordt ook duidelijk hoe de geldoverdracht is gegaan langs de A12. Die nacht slaapt Ferdi E. bij zijn ouders in dit verzorgingstehuis. Midden in de nacht sluipt hij het huis uit en vertrekt hij op zijn fiets. En dan gaat Elsass, die gaat hier, in deze bossages, gaat hij zitten wachten tot er wat gaat gebeuren. Dus is eigenlijk vanaf dat fietspad hier in het donker is hier naartoe gekomen. Klopt. En is daar tussen de bosjes gaan zitten. Ja. Hij heeft hier die plastic zak neergelegd. Hij heeft hier zijn fiets heeft hij neergezet. En heeft een afwachtende houding aangenomen. Ja. Omdat het heel erg regende, maakte hij ook nog gebruik van een zwarte paraplu. Die heeft hij over hem heen getrokken. Ja. En zo heeft hij zitten wachten tot Daan Rauw met de 16 miljoen aan kon rijden. Ja. Hoe ging het verder met Ferdi Elsass, die hier dus met het losgeld er vandoor kon gaan? Hij heeft het grote deel van het geld heeft hij begraven in die kist. En een aantal bankbiljetten heeft hij als een soort rolletje heeft hij opgevouwd. En heeft hij in de handvatten van in de holte van zijn stuur heeft hij dat gedaan. En dat is eigenlijk zijn ondergang geweest, want hij is al vrij snel begonnen met gelduitgiften. Bij de slijter in Amsterdam-Noord. Maar meteen nadat hij het geld had gepakt langs de A12, heeft Elsass het een eindje verderop langs het spoor weer verstopt. Ja, hij komt hier aan fietsen en dan heeft hij daar links heeft hij van tevoren een gat gemaakt. En daar heeft hij de kist in verstopt waarin het geld gedeponeerd moest worden en de diamanten. Die kist die had hij van binnen helemaal bewerkt met zilverpapier. Zodat detectiemateriaal eigenlijk onmogelijk was om die kist boven water te krijgen, letterlijk in figuur. Was het geld geprepareerd eigenlijk? Zou er zijn dat die geld was niet geprepareerd. Nee. Dus hij is daar naartoe gefietst en heeft daar de diamantjes bekeken. Die heeft hij in zijn hand gehad en heeft gevoeld een lekker gevoel misschien. En hij is op die locatie een aantal verloren. Want van de 1236 diamanten die in totaal waren, zijn we er 4 kwijt. En later heeft onze technische recherche nog eentje. Diamantje gevonden, is 2 dagen aan het spitten geweest, letterlijk in figuur. Dus vermoedelijk zijn die diamantjes hier ergens Liggen hier nog steeds. Dus die zijn nooit teruggevonden? Nee, nooit teruggevonden. Nee. Een paar dagen na de overdracht haalt Ferdi E. het geld en de diamanten op en verstopt hij ze in de kruipruimte onder zijn woning. De zaak is rond. De familie Heijn is kapot. Heeft een trauma voor het leven. Hun echtgenoot en vader wordt officieel begraven, 56 jaar oud. Ontvoerd en vermoord door deze man, Ferdi Elsass, dan 45 jaar. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar cel plus tbs. Maar hoe hebben de laatste uren van Gerrit-Jan Heijn eruit gezien? Daarvoor moeten we terug naar de garage, waar hij op 9 september 1987 wordt ontvoerd. Nu zwaar beveiligd, maar toen niet. Op de band die dit programma in handen heeft, is ook te zien dat de recherche een reconstructie heeft gemaakt van de ontvoering. Luguber genoeg werkt Ferdi Elsass zelf mee. Koelbloedig en op het eerste gezicht emotieloos laat hij zien hoe hij alles die dag heeft gedaan. Dit is de officiële politiereconstructie die begint bij de garage van de Ahold-topman. Hier heb ik op 9 september 1987 ongeveer een uur gezeten. En toen had ik een ontvoering. Uit de verhoren blijkt dat Ferdi Elsass de ontvoering als een militaire missie zag. Achter het open haardhout wacht hij bewapend op zijn moment. Hij draagt een bril met niet geslepen glazen en een roodbruine kleefsnor als vermomming. Een blauwe alpinopet moet deze compleet maken. Gerrit-Jan Heijn komt naar buiten. Ferdi Elsass spant zijn spieren. Het is 8:30 ochtends, 9 september 1987. Gerrit-Jan Heijn heeft die dag een afspraak bij de tandarts. Ferdi E. wist dat. Hij had het allemaal uitgezocht en met militaire precisie voorbereid. Ja,
moeten blijven. Voorzichtig en beheerst naar rechts rijden. Hij was destijds getraind door een beveiligingsadviesbureau om zoveel mogelijk mee te werken. En dat is ook normaal. Bij klassieke ontvoeringen moet je zoveel mogelijk meewerken. Want tenslotte is er een analyse geweest van zo'n 5000 zaken wereldwijd, dat in 93% daarvan mensen weer vrij uit hun gevangenschap bevrijd worden of vrijkomen. En een 7% vindt men de dood. En dat is meestal geleid op het vuurgevecht tussen de politie en de criminelen, of tussen de kria's en de terroristen. Of verkeerd inschatten als je op je vluchtpogen neergeschoten wordt. Op deze authentieke reconstructiebeelden van de recherche is te zien dat het eerste deel van de militaire operatie is geslaagd. Dit is het huis van de familie Heijn. De rit in Heijns eigen auto zou niet langer zijn dan 1600 meter. Elsas heeft zijn wapen aangepast en er een demper op gezet. Gerrit-Jan Heijn heeft nog geen idee wat de onbekende man met hem van plan is. Het was een man die niet gemaskerd was. Alpinebutje op was de enige maskerade. Hij was gewapend met een geweer waarbij al de kolf afgesneden was. Elsas gaat op weg naar zijn vluchtauto, een Fiat Uno. Hij ging de ontvoeringsdaad doen met de Fiat Uno. Als wij getuigen gehad hadden die daadwerkelijk de overdracht van Audi naar de Fiat Uno hadden kunnen zien, door deze man, ongemaskerd, dan was de data-analyse ook beslist anders bijgesteld. Meneer Van Heuvel, dat kunt u zich voorstellen. Moet u de auto afsluiten? Maak het sleuteltje. Rustig die kant uitlopen. Deze sleutel stuurt Elsas later samen met de eerste brief op naar de familie als bewijs van de kidnap. We gaan met de Fiat doen. Het is natuurlijk opvallend geweest dat deze man in staat geweest is om een dergelijk sinister plan te maken. Ontvoerder Elsas had de Fiat gestolen van zijn zwager. Hij had een duplicaat van de sleutel laten maken en 2 dagen voor de ontvoering heeft hij de auto opgehaald. Zelfs aan valse kentekenplaten heeft hij gedacht. De Fiat heeft de dagen voor de ontvoering op een donker plekje in zijn straat gestaan. Tijdens de reconstructie kijken rechercheurs mee. De Ahold-topman wordt vastgezet. Ook daar had Elsas over nagedacht. Handboeien kon je nauwelijks zeggen dat het handboeien was. Dat is een ketsetje met een hangslot. Maar voor Elsas is het goed genoeg. Hij had zelfs getest of er genoeg ruimte in de kleine Fiat was om de ketting vast te maken. De ontvoerder doet de gordel nog even om bij zijn passagier. Je ziet de ruimte nog? Hij houdt van veiligheid, zo zou hij later verklaren. Is het niet klem? Nee. De deur is dicht. Ferdi E. weet precies wat hij gaat doen. Zijn slachtoffer Gerrit-Jan Heijn heeft geen idee. Ja, het is een feit waarin we achteraf alleen maar kunnen herleiden dat hij het gedaan heeft en waar wij dat niet kunnen begrijpen. Ferdi E. is er klaar voor. Terwijl die dag de eerste alarmbellen bij de familie gaan rinkelen, omdat Gerrit-Jan Heijn niet komt opdagen bij zijn tandarts, rijdt ontvoerder Ferdi Elsas met de Ahold-topman door het land. Over de A12 gaat het richting Arnhem. Gerrit-Jan Heijn kan niets doen. Onderweg wordt er maar een paar keer gestopt, bijvoorbeeld om te plassen. We staan nu op de plek waar eigenlijk de rit eindigde tussen van de ontvoerder met de heer Heijn. Hè? Ja. Ze kwamen uiteindelijk hier terecht. Hier kwamen ze terecht, ja. Die dag zijn ze deze hele dag samen door Nederland gereden. Ja. Dat ging ook redelijk ontspannen, geloof ik. Hè? Dat ging ook ontspannen, want hij heeft hele verhalen gehad met de heer Heijn. Er werd over elkaars kinderen gesproken. Over de kinderen gesproken, over de natuur gesproken, hoe de morenen hier ontstaan zijn. Deze omgeving ken ik niet. Dit zijn de eindmorenen van de laatste ijstijd. En het is wat bosachtig, daarom ook wat heuvelachtig. Dus dat we zo meteen een eindje hier naar boven lopen. En mijn maat komt van bovenaf, die zal u overnemen in de bestelwagen. En dan wordt u verder meegenomen naar het zuiden, ja. Buiten Nederland. Ja. Ik maak u zo meteen los. En als u dan vast de auto uit wilt stappen, dan kom ik er meteen aan. Ja. Welke kant moet ik oplopen? Als u eruit komt. Welke
welke kant moet ik oplopen? Als u eruit loopt, zo loopt, en dan kom ik er meteen aan. Oké, okay, doe ik. Toch, als je nu kijkt naar wat er die dag is gebeurd met de wetenschap van nu, zijn er toch wel een aantal momenten geweest dat de heer Heijn eigenlijk had kunnen ontsnappen. Ja, dus bijvoorbeeld bij het vliegveld Delen is een poging geweest dat de heer Heijn is ontsnapt aan zijn aandacht. En hij is snel de weg opgelopen en heeft getracht om een buschauffeur aan te houden die van een passerende bus. En door veel te zwaaien en armbewegingen te maken, maar de buschauffeur heeft er niet op gereageerd. En die is toen doorgereden. En vlak daarna heeft VDL Zas hem onder bedreiging van de wapen weer gedwongen om van de weg af te gaan en het bos in te lopen. Als u het koud vindt, dan mag u deze jas omslaan. Ze zijn hier uiteindelijk terechtgekomen. En nu is de bedoeling dat we naar boven lopen. De duisternis begon eigenlijk net zoals nu al een beetje in te vallen. Ja. Hoe ging het vervolgens verder? Nou, vervolgens heeft hij de heer Heijn aangezegd dat hij met hem mee moest lopen naar de andere kant van het bos. Want daar zou een compaan van Ferdy op hem wachten. Hm. En die zou de heer Heijn overnemen. En onder dat mom is de heer Heijn met hem meegelopen het bos in. Ik zal het pad een klein beetje verlichten, zodat u weet, kunt zien waar u loopt. Ja, ik ben nu nog nooit verwijzen. De heer Heijn had op dat moment nog geen enkele argwaan of nee. Gevoel van dit zit niet goed. Die is gewoon echt met hem meegelopen. Ja, die was echt in de veronderstelling dat het dus overgedragen zou worden aan een mededader. De volgende minuten zijn cruciaal voor Gerrit-Jan Heijn. Ze geven een beeld van zijn laatste levensfase. Hoe verliep dat gesprek op dat moment? Wat heeft Ferdy E. daarover verklaard? Nou, Ferdy E. heeft hier verteld dat hij nog steeds een ontspannen gesprek had met Gert-Jan Heijn. Zometeen gaan we rechts van het pad af. En dan komen we in een dalletje en als je dan doorloopt, dan is daar een viaduct en van daaraf moet weer maat komen. En hier, je zal hierbij lichten, hier moeten we naar rechts. En de heer Heijn was zich totaal niet bewust van het onmiddellijke gevaar wat hem bedreigde. Nee, dus er werd eigenlijk een beetje over koetjes en kalfjes. Ja, ja. De tengere Elsas is een koelbloedige ontvoerder. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Ja, nee, dat is echt ongelooflijk. Het is van een kilheid die mij nog nooit gebleken is bij iemand. Hm. Hoe kende hij dit gebied zo goed? Want je komt hier toch ook niet zomaar vanzelf? Nee, zijn moeder die woont hier en hij heeft hier ook zijn groot deel van zijn jeugd doorgebracht. Dus hij kent dat gebied op zijn duimpje echt. Elsas heeft zijn daad jarenlang voorbereid. Nu is het zover. De voormalig ingenieur waant zich een meedogenloze commando. Hier maar even wachten. Want hier hebben we afgesproken. De ielige, gefrustreerde man pakt klungelig zijn wapen. Thuis zorgt hij voor twee kinderen en kruipt hij iedere avond bij zijn vrouw in bed. In het duister lijkt hij zich te ontpoppen tot een moordlustige gek. Zijn aangepaste wapen met demper maakt een einde aan het leven van Gerrit-Jan Heijn. Al op de eerste dag van zijn ontvoering. Stil eens. Ik hoor niet. Hoort u niks? Nee. Nou, dan moet dus zo gebeurd zijn.
Hij heeft eerst gecontroleerd of hij wel dood was. Nou, toen hij dat geconstateerd had, is hij naar beneden gegaan, teruggelopen naar zijn auto. Heeft daar de spullen gepakt die hij alvast had meegenomen. Die heeft hij aan de bosrand neergelegd, verstopt achter een boom. En is toen vervolgens de auto weg gaan zetten in het dorp hier, wat hier nabij gelegen is. Heel erg weg. Is wandelend teruggekomen. Inmiddels was het stikdonker. Hij kon zelf nauwelijks meer wat zien. Maar omdat hij hier heel goed bekend is, wist hij precies waar hij moest zijn en wat hij moest doen. Ken je dit? In ons bezit is, staat een reconstructie van de politie waarop de ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn zelf laat zien hoe hij zijn daad heeft uitgevoerd. Ja, dat moet dus zwart gebeurd zijn. Het gaat om Ferdi Elsass. Hij heeft zijn slachtoffer om het leven gebracht, zijn auto weggezet en is inmiddels teruggelopen. Maar er moet nog iets gebeuren. Stap 2 was dat hij voor de familie, om de familie onder druk te zetten, een stuk van de pink wilde afsnijden. En dat had hij ook allemaal voorbereid. En hij heeft dat materiaal, om dat uit te voeren, ook allemaal van huis meegenomen. Inmiddels is het aardedonker in het bos. Hij had een klein lampje bij zich om die vinger pink af te snijden. Om dat nog te goed te kunnen zien. Hij kon kennelijk zijn gevoelens volledig uitsluiten. En dat heeft me altijd bevreemd. Als je plannen maakt, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar op het moment dat je eruit voert en je ziet een mens naast je, die helemaal in je macht is en die je dan meeneemt het bos in om daar te vermoorden, ter wille van het geld wat daarachter zit, dat zijn dingen die kan ik nog steeds niet begrijpen. Dus die spullen heb ik naar neergelegd? Ik heb nooit kunnen betrappen op emoties. Dat hebben jullie wel geprobeerd, om te onderzoeken of die emoties er waren. Ja, in de latere voren hebben we dat bewust geprobeerd. Mm-hmm. En de officier van justitie heeft daar ook uitdrukkelijk om verzocht. En mijn opdracht was om hem zover te krijgen dat hij emoties zou tonen. En dan gaat de jas uit. Ik heb hem toen aangesproken dat ik tegen hem zei van nou, ik zit je nu al een aantal dagen te bekijken. En ik krijg steeds meer het gevoel dat ik toch wel een heel vreemd persoon tegenover me heb. En jij doet me heel erg sterk denken aan dokter Mengele uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, en op dat moment ontplofte hij. Mm-hmm. En wilde hij met ons verder helemaal niet meer verder praten. Het holster uit. En de spullen losmaken. Pas op het moment toen jullie hem vergeleken met Mengele, toen toonde hij emoties. Ja, dat was de eerste keer dat hij emotie toonde. En deze lamp was voor een groot deel afgeschermd. Een soort blacklightverlichting. Ik zie waar dat mesje even ligt. Ja. Dan ga ik met één van de twee lampen, ik denk dan met de blacklightlamp, naar de hand van de heer Heijn. En snij hem zijn pink af. Ik zal niet proberen niet pijn te doen, maar met dus de botkant, maar ongeveer zo. Maar dat gebeurt zijn, dan heb ik hem of de pink daar laten liggen of meegenomen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval hierin gedaan. Dus laat ik het maar zo doen. Terwijl de familie van Gerrit-Jan Heijn nog hoop koestert, heeft de gruweldaad van Ferdi Elsass al plaatsgevonden. En hier, er zat iets minder ijs in, want hij kon erin. En dat kan ik nu niet. Daar heeft hij wel een oplossing voor. Maar daar kunnen we wel wat op vinden. Aan de ene kant was hij een liefhebbende vader en zorgzaam voor zijn gezin. Aan de andere kant was hij een kille moordenaar. Je kreeg een heel dubbel gevoel bij die man. De pink die Ferdi Elsass later opstuurt, zit in de thermoskan. Nu moet hij het lichaam van Heijn nog wegwerken. Van huis heeft hij de juiste spullen meegenomen. Even waant hij zich tijdens de reconstructie terug op de avond van de moord. Maar toen goed gekeken. Dat is wel een realistisch spel. Hoe meneer Heijn ligt. En bepaalt dat ongeveer zo de contouren zouden moeten zijn van het gat. De toplaag
weggebracht. Hier. En de toplaag van de omgeving, waar het zand zou moeten komen, ook weggebracht op één plaats. Zodat naar de hand de plaats goed gecamoufleerd zou kunnen worden. Ja, het gat heeft ongeveer deze afmetingen gehad. En daarna ben ik gaan graven. En heb de aarde rondom op de drie zijden, deze zijde, deze zijde. En ik denk niet hier neergelegd, omdat ik hier mijn, mijn uitrustplekje had. Nou, dus zo, alleen de bladeren waren hier dus weg, hè? Maar het was donker. Dus af en toe moest ik controleren of ik of het een redelijk gat zou worden. En na een half uur of misschien na 20 minuten was ik zo uitgeput dat ik even ben gaan zitten. Een checkje roken. En een glaasje sinaasappelsap drinken. Nou, eindelijk was het gat ongeveer tussen zo en zo diep. En toen heb ik meneer Heijn erin gerold. En ik denk dat ik mijn handschoenen uit wil, dat weet ik niet zeker. Maar dat moet ongeveer zo gebeurd zijn. Ik moet even rollen. En het hoofd viel precies binnen het gat. Wat nu niet het geval is, zo te zien. Nou, na de hand, toen meneer Heijn erin lag, heb ik het zand teruggeschept. Dat doe ik nu niet, want anders wordt het pak vies. Ja. Ja, je hebt gelijk. Voordien heb ik inderdaad ook meneer, dus het kan nu slecht, maar meneer Heijn zijn bril afgenomen. Want die bril zou hij ook naar de familie Heijn sturen als zogenaamd levensteken. Je hebt gelijk. En maar dat moment zijn we dus voorbij nu. Daarna weer zand terug. Zo goed mogelijk. En daarna de toplaag en de bladeren er weer overheen. Op de zijkant en over het graf zelf. En daarna lagen er in de buurt vier van zulke soort stukken hout. En hier heb ik er een soort ruit voor hem bovenop gelegd. Ja, ik heb mijn holster trouwens weer aangedaan. Ja. Weet ik niet eens zeker. Dat weet ik niet. Ik heb hem wel aangedaan of niet aangedaan, dat weet ik niet. Ik doe hem nu niet aan. Ferdy E. heeft Gerrit-Jan Heijn in de nacht van 9 op 10 september 1987 vermoord en begraven in het bos. Het was meteen de eerste dag van de vermissing van de Ahold-topman. De werkloze ingenieur heeft misdaadgeschiedenis geschreven en zou de recherche maandenlang op een dwaalspoor zetten. Hij dacht ook dat hij dus in staat was om alleen echt die ontvoering te plegen. Jammer genoeg heeft Gerrit-Jan Heijn dat niet meer na kunnen vertellen. En heeft voorgehouden aan de familie van Gerrit-Jan Heijn dat hij voor kerst 1987 thuis zou zijn als het laatste restant geld betaald zou worden. En dat is heel naar. Ja, puur één man geweest die dat gedaan heeft. Toen hij werd aangehouden, zijn we nog bezig geweest om te proberen mededaders hierbij te krijgen. Is ons niet gelukt, hij heeft het puur alleen gedaan. Hij incasseert miljoenen guldens aan losgeld en leidt een dubbel leven. En ik heb de reconstructie zelf gezien, zowel op papier gelezen als op de film die vastgelegd is. En al die kleine bijzonderheden die het nu detail vertelt, die zijn ook allemaal herleidbaar aan de vondsten die als bewijzen aangemerkt kunnen worden dat hij het alleen gedaan heeft. Ferdy Elsass leidde een dubbel leven. Dat van een koelbloedige ontvoerder en moordenaar. En dat van een getrouwde, brave huisman met vrouw en kinderen. Ja, voor zover als dat wij hebben kunnen aantonen, heeft hij het echt alleen gedaan. Maar denk je dat zelf ook? Ik heb altijd nog wat in reserve in gedachten. Ik ben weer teruggelopen om de auto op te halen. Heb de auto daar gekeerd. Hier naartoe gereden met de neus naar die kant. Dus ongeveer dezelfde plaats. Ietsje meer die kant op, maar met de achterkant hier. Achterkant open, spullen erin en ben naar huis gereden. De Fiat zal hij later in een kanaal dumpen.
en vervolgens naast zijn vrouw in bed kruipen. Ferdi Elsass komt vrij in 2006 en gaat onder een andere naam ergens anders wonen. Zijn vrouw blijft hem trouw. In augustus 2009 komt Elsass om het leven bij een verkeersongeval in Vorden. Hij was op weg naar de tandarts. Luguber genoeg was Gerrit-Jan Heijn op de dag van zijn ontvoering ook op weg naar de tandarts. Uiteraard heb ik de familie Heijn in een langdurig gesprek vooraf op de hoogte gesteld van onze bevindingen en deze documentaire. De familie gaf aan liever niet te willen meewerken aan een interview, hetgeen wij uiteraard respecteren.